Hey, wat gaan we nog doen dan? We gaan een bloed draaien met action. We gaan een bloed draaien. Ja, nog eentje, ja. We gaan een bloed draaien. Wie doet dat mee? We gaan een bloed draaien. Helemaal spits. Kijk naar Etjes vlog en je weet het, Etje is de beste. Later! Waarvoor staan we hier vandaag? Vandaag is de kick-off van Diabetes V, officiële kick-off. Bij Meet in Moerwijk, een heel mooi project. Waar mensen kleine bedrijven zo starten en met een hele goede achterliggende gedachte. En we gaan vandaag wat dingen laten zien van ons, wat we doen. En er zijn wat mensen van de media aanwezig. En dan proberen we een goede kick-off te geven en wat leuks te doen. Oké, okay. Nou ik ga even kijken. Wat kom jij hier doen dan? Ja, een beetje filmen. Nee, dat niet. Maar nee, dan lijkt wel space cake. Mogen we hier op straat wel blowen? Nergens in dagen mag je op straat wel blowen. Ja, maar ik wel. Ja, maar ik ook wel. Ik heb ook mooi schijt aan. Ja, toch? Dag. Dus, ja, toch? Ik ga zo ook aan de groep de Mos vragen hoe dat nou zit. Ja, zeker. Want zeker mijn stem hebben ze voor het blowen en wat krijgen we een maand later? Niet te blowen. Ja, dan zitten we met een kind langs een ijswinkel lopen. Wil je een ijsje? En dan geen ijsje geven. Of met een buitenlandse op en die kijkt naar een paar laarsje. Een meisje zegt, mooie laars hè? En dan zegt meisje, zegt ja. Nou, dan gaan we morgen weer kijken. Ja. Rot op. Ja toch, nou ik ga even verder kijken. Ja toch. Hallo, nou zie ik hier een oude SRV-wagen. Kunt u mij uitleggen waarvoor deze wagen is? Ja, die is voor klanten van de voedselbank. We hebben samen met de voedselbank in Bouwlust, Vrederust en Loosduinen een project opgezet om klanten van de voedselbank met een bus te gaan bedienen. Dus in plaats van een krat, zoals bij de voedselbank, krijgen mensen van ons de keus om hier uit te schappen. Als u uw camera even ronddraait straks. Ja, nu, dat doe ik zo. Ja. Dan kunnen mensen zelf de boodschappen kiezen. En wij leggen ook contacten met plaatselijke supermarkten om nog wat meer producten in de schappen te krijgen dan van de voedselbank alleen. Zoals tandpasta en wasmiddel en dergelijke. Dus voor persoonlijke en huishoudelijke hygiëne. En we hebben ook vrijwilligers als coach getraind. En die gaan gesprekken met klanten voeren die dat willen. En dan gaat het om wat voor keuzes maak je in je eigen leven. Van heel veel van onze klanten zijn bezig met problemen op te lossen. Van geld en schulden en allerlei ellende. En hoe overleef ik? En hoe zorg ik dat mijn kinderen met eten en goede schoenen naar school gaan? Dat weet je wel. Ja. Dus dan komen ze niet meer toe aan het denken over wat zou ik nou verder nog aan de leuke kant van het leven willen gaan doen. En dan kan je denken aan meedoen met een kaartclub of je aanmelden voor een opleiding of vrijwilligerswerk. Of een baan zoeken of het contact met de familie weer herstellen of met vrienden. Dus dat willen wij, dat bespreken we met klanten. En dat heeft ook wel resultaten. Oké, heel mooi. Ik vind het een mooi initiatief. Nou, dankjewel. En dankjewel voor het interview. Ja, graag gedaan. Oké. Mag je een applaus doen voor mijn volgende? Fijn dat wij hier mogen zijn en fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook die hele mooie dames uit de politiek van de gemeente vandaag. Ja, het Bos en de Partij van de Dieren. Super fijn dat jullie er zijn. Hij vergat nog iemand, waar wij ook bijzonder trots op zijn, is een man die, je hebt altijd voor en nadelen in het leven. Ik heb type 2, hij heeft type 1. Maar super blij dat hij zich een beetje bij ons heeft aangesloten. Tom Staal, hier zie je vandaag ook. Mag ik een applaus voor? Ik kom uiteraard dadelijk ook aan het woord. Nogmaals, dit is een fantastisch project. De media is ook aanwezig. Met name mijn grote vriendin van de Telegraaf, die vroeger bij de post werkte. En mijn buurvrouw is. Kortom, ik kan een heel lang lulverhaal ophangen. We zijn aan het knokken en aan het vechten. En ik wil toch graag ook nog één persoonlijke dingetje toevoegen. Dat jullie dat allemaal goed meekrijgen. We zijn al jarenlang heel druk bezig met Diabetes V, niet alleen ik, maar ons hele team. Van Gaston Wallet, Paula Donderdijk, ik, Tom en nog een aantal mensen die hier liever niet genoemd worden. Die zijn namelijk heel erg bescheiden. Dus wat heel belangrijk is voor ons, de gemeente Den Haag en op Janice en nog een aantal andere mensen in de politiek na, steunen ons niet. En dat komt omdat de Haagse afdeling van de GGD zich negatief over ons project uitlaat. En de gemeente Den Haag, de wethouder van de VVD, met name is dat, die deze portefeuille bij heeft, die wordt dus negatief door de GGD Den Haag geadviseerd.
Hun gaan dus aan de achterkant van het probleem zitten en leggen het dan bij de zorgverzekeraars neer, terwijl wij aan de voorkant van het probleem zitten en wij willen voorkomen en dus ja, door informeren op een leuke speelse manier die kinderen waarschuwen voor de gevaar van diabetes 2. En mijn broekzak er vanaf, dat de gemeente daar dit laat gebeuren. Ik vind het echt een godverdag, sorry, mag niet vloeken. Echt een enorme schande dat het zo opgepikt wordt. En ik ben blij dat we hier mogen zijn met mensen die gewoon met hun voeten, met hun poten in de klei staan, op het werkterrein, op de vloer, waar het gebeurt, waar de ellende groot is en waar heel veel moet gebeuren. En ik hoop echt dat de gemeente daarna nu gaat inzien. En dan krijgen jullie nu de liefste van ons tweeën, de beste, de intelligentste. Mag ik jullie aan van Paul Leudon leggen? Ik heb een heel mooi vlogcamera. Top man. Je hebt niks met vloggen. Nee, maar ik wil één ding. Ik heb je net heel jouw verhaal opgenomen. Maar ja, ik ben ook een beetje van de cannabis. Ja, dus ik ook. Maak zelf cannabisolie. Ja. Maar wist je dat dat ook bij sommige mensen helpt om de suikerspiegel lager te houden? En daar moet je wel heel erg mee oppassen met wat je nu zegt. Want cannabisolie is absoluut topspul. Ja, ja, ja. En dat tegen heel veel dingen. En ik heb mensen in de galgenwaard achter me gehad. Jongen, kanker, half jaar had hij nog. Die heeft het onder andere door de cannabisolie langer volgehouden. Ja, ik maar, weet het. Je mag nooit zeggen tegen mensen... Ga aan de cannabis en je suiker gaat omlaag. Nee. Ik dat zei, is heel belangrijk. Ik zei ook, bij sommige mensen ja, precies. Helpt het. Dat is verschil. Dat is ook met kanker. Bij de ene slaat het wel aan. En dat is wel even belangrijk om te weten. Want ik ben echt pro-cannabis. Op alle fronten. Of het nou in een toeter stop of in een stukje cake. Of weer de cannabisolie van maak. Ik wil trouwens een potje van je kopen. Is echt goed spul. Maar je moet het niet zien als een medicijn. Dat moet je echt in overleg met je arts. Is goed. En een potje hoef je bij mij nooit te kopen. Die krijg je van me. Dus ik geef zo mijn nummer en dan regelen we dat. Top, dat vind ik goud. Hey, Tom, onwijs bedankt. Is goed, graag gedaan. Hallo, ik had een vraag. Ja. Ik kwam voor de verkiezingen. Waar wordt dit gefilmd als ik vragen mag? Dit wordt, waarom? Ja? Dit is voor mijn vlog, oh, zeg maar. Edjes vlog. Ja, ja, ja. Ik had een vraag. Ik kwam jullie tegen bij de verkiezingen op het plein, Tesselse plein. Ja. Toen vroeg ik aan Richard, joh, wat zou je doen met de wiet? Hij zegt legaliseren, we hebben ook Richard Gas in de partij. Nou ja, ik denk, dan krijgen jullie mijn stem. Ja. Nou ja, bedankt. Maar nog geen maand later is er een bloofverbod in Den Haag. Ja. En ja, dat vond ik een beetje tegenvallen. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen dat het je tegen kan vallen. Alleen, kijk, het valt niet onder mijn portefeuille, dus ik kan daar eigenlijk weinig over vertellen. Wat ik jou wil vragen is anders om een mailtje te sturen. En dan breng je in contact met degene die erover gaat, om daar even over te praten. Ja, is goed. Niet dat wij tegen blowen zijn, maar het is gewoon, op bepaalde plekken kan je niet maken om een blootje op te steken, bijvoorbeeld bij een school. Ja. Ja, maar de mevrouw Krikke, die heb ik ook voor mijn camera gehad. Echt waar? Die zei, het geldt niet voor jou. Ja. Dus daar ben ik blij mee. Maar hij zegt meer voor groeperingen. Ja. Maar nou ken ik ook een paar mensen die alleen voor de deur stonden. En die hebben wel een bekeuring gehad. Oké. Dus dat vind ik wel vreemd eigenlijk. Nou, weet je wat je moet doen? Stuur een mailbericht naar mij. Ik geef je zelfs even mijn contactgegevens door. Ja, is goed. En dan gaan we even kijken wat we ermee kunnen doen. En dan breng je in contact met de raadslid die er ook echt over gaat. Want het valt niet op. Nee, oké. Maar ik denk misschien weet u het. Nee, oké. Nee, tuurlijk. Maar nou ja, daar zijn we voor. Ten ieder geval bedankt. Ja, en dan misschien tot later. Ja, tot later. Oké, bedankt. Nou, we staan hier met, je ziet het al, Tom Kroes van Ongecensureerd. Tom, wat vond je van deze dag met Diabetes TV? Ja, ik vond het geweldig van Diabetes TV. Ik heb natuurlijk nu twee profkappen vandaag meegenomen. Dus dat worden twee filmpjes, één voor Diabetes TV en één voor Ongecensureerd. Ja, dat was de kick-off. Het was heel erg leuk dat Tom Staal er ook bij was. En ja, mijn boodschap blijft toch wel van blijf natuurlijk naar Edjes vlog kijken. Blijf kijken naar Ongecensureerd. En Diabetes TV, ja, dat is toch ook wel iets waar mensen naar kunnen kijken. Heb ik Ton een olie beloofd. Maar hij zei, ik heb een kookprogramma. Toen zei ik gelijk, nou dan gaan we koken met cannabis.
Dat vond u een leuk idee. Vind jij het leuk om mee te gaan dan? Ik vind het geweldig. Ik vind Tom een hele toffe gozer. Ik vind cannabis, daar heb ik ook helemaal niks op tegen, zoals je weet. Ja, ik denk dat ik ook lekker mijn camera meeneem en dan gaan we een lekker filmpje over maken. Oké, nou dan zou ik zeggen, mensen, blijf het volgen. En ja, toch ongecensureerd of Edjes vlog. En, nou, bedankt Tom. Ja, jij toch? Ook, ook voor de uitnodiging. Ja, toch? Oké. Ja, ik heb aardig wat media geprobeerd uit te nodigen, maar ik kon Edjes vlog. Die kon ik toch natuurlijk niet vergeten. Nee, hè? Nou, bij deze bedankt, jongen. Ja, jij ook bedankt. Jeff, zit je nou gewoon te roken? Hallo, weet je wel waar je zit? Kijk wat er staat. Verboden te roken voor de ingang. Doof uw sigaret. Je mag spul niet. Ja, maar dat is toch, moet jij toch wel helemaal niet doen? En je mag dit niet. En je mag dat niet. Je moet worteltjes gaan eten. Hey, wat gaan we nog doen, hoor? We gaan naar bloed draaien met Actje. We gaan naar bloed draaien. Ja, nog eentje, ja. We gaan naar bloed draaien. Wie doet er mee? We gaan naar bloed draaien. Helemaal speel.